Nou, ik ben Wesley, ik ben 24 jaar en ik kom uit Langeweg. Wesley! Hey Wesley. Goedemiddag. Oh man, ze verslijten mannen vandaag, jongen. Dus ik hoop het een beetje voor je. Dit is de eerste ronde en die gaat puur op het eerste uiterlijk. Dus laat het maar zien. Hou je het aan of maak je het uit, dames? Oh, klinkt goed. Ja, je hebt er nog 21 in de race. Ik vind dat veel. Hey, ik vind het snel, hoor. Hey. Dat is goed. Hoe voel je je? 21? Ja, nog steeds veel hardkloppen, ja, hoor. Ja, goed. Nou, ik ga gewoon even aan de dames vragen. Kun je een beetje tot rust komen? Ik ga weer eventjes naar Birgit. Birgit, je kijkt er strak bij, maar volgens mij vind je het een leuke gozer. Toch? Ja, ja. En waarom is hij leuk? Zijn muziekkeuze. Ah, kijk. Ja, zie hoe belangrijk heel goed. Het is. En verder, hoe hij gekleed is, zijn haar. Ja, zijn haar. Ja. Wat is er mis met zijn haar? Ja. Dat is het niet voor jou. Nee, hij moet naar achter. Of okay. Naar boven. Ja, maar dit is, ik vind het stijl. Dus het is misschien ook weer iets wat jij dan net niet voelt. Maar ik vind het er heel leuk uitzien. Ik ga even naar Jorinde, die weet alles van mode en zo. Hè? Jorinde? Ja, nee, dit is goed toch gekleed. Okay. Ja, ja, mooie broek, leuk shirt. Ja, ik vind haar wel apart. Wel hij heeft hebben. Zijn eigen stijl. Ja, ja dat goed, vind ik toch? Goed aan hem. Ja. Zeker. Hoe ver gaat jouw liefde op dit moment voor Wesley? Ja, ik moet nog even kijken wat hij verder nog te bieden heeft. Hij ja? is misschien iets kleiner dan dat ik ben, maar dat moet ik nog even... En ik wil kijken wat hij nog allemaal te zeggen heeft. Maar heb je niet gelijk zoiets best van, gewoon lekker ding? Gewoon lekker ding? Hij ziet er goed uit, dat ja. zeker. Oké, okay. Ja. Nou prima, dat weten we van jou. Ik wil eventjes naar Lindsay. Lindsay, waarom heb jij nee gezegd? Jullie hebben allebei een piercingje op exact dezelfde plek, namelijk ja. precies onder de onderlip. Ik denk, ik vind het een match. Ja, misschien kom je een beetje bij elkaar in de clinch, maar waarom niet? Nee, ja, ik... Ik heb er niet echt een super goede reden voor, maar ik, nee, ja. Je voelt het niet? Nou, dat is vaker gezegd inderdaad. Misschien, daarom zeg ik het ook niet, nee. Ik, nee. Sorry. Oké. Okay. Maakt niet uit. Ja, dat is misschien wel de duidelijkste reden. Als je het gewoon echt niet voelt, dan moet je het ook niet proberen. Wesley, hoe voel jij je? Ja, oké. Okay. Ik heb nog die kant heb ik nog helemaal vol. Dus. Ja, dat is waar. Dus wat dat betreft heb je nog een keus. We gaan kijken of Wesley indruk weet te maken met hoe die thuis leeft. Nou, dit is mijn kamer. Hier breng ik de meeste tijd door. Voornamelijk met spelen van computerspelletjes op de Wii, op de PlayStation. En mijn sociale contacten die onderhoud ik via de PC en dan ga ik een beetje MSN. Ja, ik vind het makkelijker om via MSN met meisjes te praten natuurlijk. Want in de kroeg, ja, dat doe je niet zo snel. Althans, ik niet. Toch wel een beetje verlegen. Ik ben een behoorlijk jaloers type. Als ik heel erg gek ben op mijn vriendinnetje. Dat uitzicht in het niet vaak alleen willen laten met jongens die ik niet ken. Nou, ik heb geen bijbaantje omdat ik het gewoon heel erg vervelend vind om eigenlijk een stukje te gaan fietsen. Daar ben ik gewoon een beetje te lui voor eigenlijk. Ik game ongeveer een uurtje per dag gemiddeld. Dat kan wel eens oplopen als ik niet. You girls need a spanking en hard ook. Jongens, wat is dit nou? Dit is toch een hartstikke leuke jongen. Wie vindt het een leuke jongen? Publiek, ligt het nou aan mij? Ligt het nou aan de dames? Ja, Wesley. Helaas. Ja. Jammer. Godverdorie, ik zal weet het je? Al een beetje aankomen. Ja? Hoe voel je hieronder? Want dat vind ik wel even belangrijk. Ja, nou ja, goed. Het is niet prettig in elk geval. Nee. Ja, wij gaan straks gewoon even gamen. Ik zag dat je een paar hele goede games had, dus ik ga even met je gamen. En ik wil een enorm applaus voor Wesley, want dit is niet prettig. Dat kan ik je vertellen. Iedereen drukte weg. Het is heel jammer. Ik denk ook dat het komt door het filmpje. Het laat wel een beetje mijn hobby zien, maar ik heb eigenlijk nog veel meer te bieden. Dus het is wel jammer dat niemand dat nog weet. Jammer voor Wesley. Dames, even een vraag. Ik wil vingers zien. Wie van jullie knapt er nou af op dat gamen? Nou, dit is bijna iedereen dus. Dan komt het ook nooit goed, want wij mannen gamen toch? Ja! Wij mannen gamen, maar goed, jullie zorg. Ja, we zijn er maandag weer met Take Me Out. Ja, en ik hoop dat er dan wel een man op date kan gaan. In de 30 dames zijn dat de man met de lift. Ga even naar www.rtl.nl en meld je aan. Tot Take Me Out, tot morgen!